Hallo iedereen, mijn naam is Jona. Ik werk voor VZW Apart Team De Totem. Ik kon er vandaag helaas niet bij zijn, maar ik geef jullie graag toch een woordje uitleg over ons project Blizzant Goed, boerderij in de stad. Blizzant Goed is ontstaan uit een initiële samenwerking tussen Kenny Schoonakker, Stadsboer en kleuterschool De Mozaïek. Deze samenwerking resulteerde met ondersteuning van een wijkaanzetsubsidie in het ontwikkelen van zijn stadsboerderij. De boerderij is gelegen in de schaduw van de Gentse Maria Goretti-kerk. De site waarop de boerderij als ook de kleuterschool gelegen zijn, vormen het hart van de Gentse buurt Blizzant-Vest. We nemen snel een kijkje. Stadsboer Kenny omschrijft zijn project als een ondersteunende werkvorm, enerzijds voor de kleuters van de Mozaïek en anderzijds voor buurtbewoners en buurtorganisaties. De hoofdactiviteit op zijn boerderij is het verzorgen van de dieren. Daarnaast wordt ook ingezet op het onderhouden van de site en de ruimere omgeving. In ruil voor de geleverde inspanningen wordt men uitbetaald in torecus, het alternatief betalingsmiddel van de buurt. Meer uitleg over het torenke krijg je in het volgende filmpje. Dat is de voorkant. Hier staat de watermerk. Dat is de achterkant. Dat zijn ze. Ga je ook mee gaan? En Bushra, ga jij ook mee? We zijn hier op kleuterschool De Mozaïek, op de Blizzant-Vest. En ik ben juf Katrien van de eerste kleuterklas. En ik neem jullie mee naar ons klein boerderijtje hier in de stad. Zullen we het dieren een beetje eten geven? Nu in het weekend en in de vakantie hebben wij een aantal vrijwilligers nodig die ons daarbij helpen. En Kenny, die is eigenlijk de hoofdvrijwilliger daarvoor. Wij vergoeden onze vrijwilligers met torenkes. We vinden dat een heel leuk initiatief om de mensen te blijven motiveren daarvoor. Mensen kunnen er een deel van hun boodschappen mee doen. Ze kunnen er cinematickets mee kopen, ze kunnen er huisvuilzakken mee kopen, ze kunnen er een trambiljetten mee kopen. Toen Kenny een aantal jaren geleden bij ons in dienst trad en rechtstreeks een collega werd van ons, schakelde hij al snel jongeren in en hun ouders om na schooltijd en tijdens schoolvakanties mee in te staan voor de activiteiten op zijn boerderij. Na verloop van tijd werd zijn boerderij ook gebruikt in het kader van contextbegeleiding, bijvoorbeeld als individueel begeleidingsmoment voor jongeren of als minimale vorm van dagbesteding voor onze ouders. Dit initiatief zette onze ouders op zijn beurt aan om op zoek te gaan naar alternatieven op vlak van dagbesteding. Ze werden hierin ondersteund door onze ervaringsdeskundige in de kansarmoede. Ondertussen huren we sinds een tweetal jaren via de torenkus twee volkstuintjes op de site in Trabot. Ouders kunnen er dagelijks aan de slag in onze volkstuintjes, kunnen meewerken op de stadsakker en kunnen bovendien deelnemen aan de vormingssessies georganiseerd door VZW Veld. Hoewel Kenny sinds kort niet meer werkt bij ons in het dagcentrum, maar wel nog voor een andere deelwerking van VZW Apart, blijven wij een duurzame samenwerking nastreven en gaan we op zoek naar mogelijkheden om dit project structureel in te bedden. De site waarop de boerderij gelegen is, maakt deel uit van het stadsvernieuwingsproject Bruggen naar Rabot.
Wij hopen dan ook oprecht dat dit kleinschalig buurtproject kan blijven bestaan. Graag geef ik dan ook het woord aan onze stadsboer Kenny. Hallo iedereen, even mezelf voorstellen. Ik ben Kenny Schoneke, ik ben begeleider van beroep. Ik werk in VZW Apart in Oosterzele, afdeling Petsberg. Ik ben woonachtig in Gent, de wijkrapport in Alphen en ik ben vrijwillig stadsboer. Ik ben heel blij met de erkenning die ons stadsboerderijtje krijgt. Het Blesantgoed hier in Brabant, Blesantvest in Gent. Dit is een boerderijtje dat in feite gestart is vanuit een project, een wijk aan zet project, in samenwerking met de Mozaïek. Dat is een kleuterschool hier in de buurt, waar mijn vrouw kleuterjuf is en waar mijn vrouw ook een van de plezante doeners uit de buurt is. Een groep die beroemd en berucht is voor de mooie daden die zij doen en voor het leefbaarder en mooier maken van onze buurt. Ik zelf noem mezelf plezante boer omdat ik voornamelijk werk met de dieren op de stadsboerderij. Het is een mini boerderij, een boerderij waar we heel wat plezier beleven, waar we heel wat zorg en verantwoordelijkheid opnemen en waar de jong en oud welkom is. Dit is een wijk waar er heel veel kansarmoede is en waar er ook heel veel kansen liggen. En dankzij het stadsboerderijtje hebben we al een aantal mooie dingen gedaan. Met kinderen, jongeren van een kwetsbare groep, die we op die manier een aantal waarden meegeven en dus het trachten te stimuleren in de maatschappij. En we zorgen via dit boerderijtje voor verbinding. Het is een prachtig project die heel wat steun verdient en waar we als vrijwilligers voluit voor gaan. Het volgende filmpje geeft graag een overzicht van de doelstellingen als ook de meerwaarde van dit project. We gaan ook dieper in op de taken als ook de acties die worden uitgevoerd op de boerderij. Veel kijkplezier alvast! Goeie werken, hè? Ja, vier kappertjes gedaan, hè? Tot slot wil ik jullie allen bedanken voor jullie aandacht en wil ik van de gelegenheid gebruik maken om reclame te maken voor ons benefietproject.
Binnenkort, meer bepaald 21 november, organiseren we een kunstveiling ten voordele van VZW Apart. Deze veiling gaat door in de campagne in Drongen. Meer info vind je alvast op www.gens.be. Allen welkom. Dag!